Frank de Klerk van het gemeentearchief. Er is vandaag een tentoonstelling geopend over de Belgische vluchtelingen in Goes, 100 jaar geleden. Wat was er aan de hand toen? Er was enorm veel aan de hand natuurlijk. De Eerste Wereldoorlog brak uit. Die was, eind augustus was dat begonnen in Midden-Europa. En er ontstond een kettingreactie. Allerlei landen hadden zich met elkaar verbonden om in geval van aanval elkaar hulp te komen. En concreet, het Belgische, of het Duitsland, het Duitse Keizerrijk, viel België binnen. Op weg naar Frankrijk, om ook Frankrijk binnen te vallen. En dat gaf dermate veel oorlogsleed. En de Belgische burgerbevolking die kwam knel te zitten tussen, of tussen de legers die oorlog gingen voeren. En de mensen zochten, probeerden het vegenlijf te redden en die gingen op de vlucht. En het waren niet honderden, het waren niet duizenden, maar het waren honderdduizenden mensen die in België huis en haard moesten verlaten. En die zochten, of in Frankrijk, wat dan ook een veilig gebied was, maar mensen uit Antwerpen en wijde omgeving die vluchten naar Nederland. En die kwamen terecht in Brabant en in Zeeland. Is het bekend hoeveel er in Goes terecht zijn gekomen? Dat is niet exact te bepalen, omdat het natuurlijk een hele bewegelijke groep was. Men bleef een aantal uren, dagen, weken soms. En dan ging men weer door naar een plaats waar het beter was, of waar men meer betere opvang vermoedde. Of waar meer familie verbleef. Dus exacte aantallen, maar het zal ongetwijfeld in de tienduizenden hebben gelopen. Die aantallen zijn echt ongelooflijk groot. En zijn er ook vluchtelingen hier gebleven? Gedurende de oorlog zijn ze hier gaan wonen, werken? Ja. Er was een beetje, de Belgische overheid probeerde te veel assimilatie tussen Belgen en Nederlanders te voorkomen. Die wilden natuurlijk al hun mensen terug hebben naar België, toen de situatie wat rustiger werd. Maar een behoorlijk aantal Belgen, zowel dames als heren, die raakten toch zo goed vertrouwd en bevriend met Goes families, dat mensen gewoon bleven hier. Mensen begonnen ook bedrijfjes. Er werd getrouwd tussen Belgen en Nederlanders. En Goesenaars. En die mensen bleven dan voor een deel hier. Dat zijn tientallen mensen geweest die hier in Goes voor de rest van hun leven bleven wonen. Hoe zichtbaar waren ze in die periode, hun aanwezigheid? Ja, dat is ongelooflijk hoe druk het in Goes was. Hè. Als je de kranten leest, Goes had één dag in de week dat het wat drukker was op straat, op de dinsdag, op de marktdag. De krant schrijft, het leek elke dag wel marktdag. Het was hele groepen mensen die gewoon natuurlijk overdag niet veel om handen hadden, die vluchtelingen. Die dan over de straat liepen, die liepen te flaneren. Want ja, goed, de oorlog was natuurlijk wel vreselijk en akelig. Maar ook hier in Goes probeerden ze toch een beetje hun gewone leven op te pakken. Goes leek een beetje op een Vlaamse stad. En mensen waren natuurlijk heel uitbundig. En men sprak met elkaar op straat over alle toestanden in hun eigen land en over de opvang. En men was, de Goesenaars waren buitengewoon gastvrij en de Belgen op hun beurt waren natuurlijk ongelooflijk dankbaar voor het veilige onderkomen wat ze hier in de stad kregen.